We rijden op de A6 van Almere naar Lelystad. Als we worden ingehaald door een zwarte Audi A4. Het is 7:45 in de ochtend en je mag hier 100. Maar de Audi heeft daar lak aan. Hij moet op de rem. De snelheidsmeting komt uit op een gemiddelde van 147. De Audi zit dicht op zijn voorganger. Goed te zien als die naar rechts gaat. De bestuurder is ongeduldig. Hij is helemaal klaar met al dat langzame verkeer. Hartstikke idee. Ja, iemand die smeekt om een invordering. De Audi kan op ons uitlopen omdat wij nu achter de Volkswagen Up zitten. Zodra het kan, gas erop, maar de Audi is sneller. Eenmaal bij de Audi in de buurt zien we hem weer flink kleven. De politie heeft genoeg gezien en geeft de Audi een stopteken. De bestuurder zet de auto vrijwel meteen stil op de vluchtstrook. Een levensgevaarlijke plek, doe dat nooit. Het verkeer raast met grote snelheid bij je langs en als je hier uitstapt, ben je je leven niet meer zeker. Hij gooit er meteen op de vluchtstrook, maar ik heb hem inmiddels op volgaan. De politie zal je altijd naar een veilige plek begeleiden. Achter het stuur een Poolse man met een Pools rijbewijs. Hij woont in Nederland en daarom kan hij worden aangemeld bij het CBR voor een EMG, een verkeerscursus. Want zijn snelheid, gekleef en rechts inhalen is iets voor op het circuit en niet voor op de openbare weg. Blijkbaar moet hem dat nog eens goed duidelijk gemaakt worden. Hij krijgt een boete voor de snelheid en het rechts inhalen. Voor het kleven krijgt hij een waarschuwing.